Het is druk met verkeer in het karveel in Lelystad. Je kunt de wijk wel uit, maar moet er via een andere kant in. Veel ouders van leerlingen van basisschool De Boeier kiezen deze ochtend voor de fiets. Ja, het is prima te doen. Dus zometeen weer gauw terug en dan auto pakken en dan naar mijn werk. Dus het scheelt me 10 minuutjes misschien extra tijd, maar goed, voor een dagje is dat wel te doen. Andere ouders komen wandelend, maar ook met de auto naar De Boeier. Zij konden de weg naar school goed vinden. Het was goed gecommuniceerd, ook vanuit school. Ik reed hier gewoon eigenlijk nog sneller dan wat ik normaal over doe. We wonen hier verderop in het Golf Resort. En dus het is eigenlijk door het bos fietsen. Ik dan rennend en zij op het fietsje. Dus het is vrij makkelijk eigenlijk. Toch kwamen veel leerlingen en hun ouders ook te laat bij school. Volgens de directeur had dat een reden. De Dreef en andere wegen hier zijn natuurlijk afgesloten. De meeste mensen wisten het wel. Sommigen waren toch nog een beetje verrast. Hadden verwacht dat ze er misschien wat makkelijker doorheen zouden kunnen komen dan bleek. Ferry Stroet regelt het verkeer in het karveel. Hij houdt de straat vrij omdat de weg is aangemerkt als calamiteitenroute. Dat houdt in dat deze weg vrij moet blijven voor de brandweer, politie en de ambulance. Mocht er wel wat gebeuren, dat zij dan verzekerd zijn van rechtstreeks de doorgang. De verkeersregelaar heeft al moeten ingrijpen. Zoals je ziet, deze auto staat in een bocht en die is niet echt goed overzichtelijk voor de bestuurder van de calamiteitenwagen. En daarom moet die ook weg. Wielrenners van Tourclub Flevoland rijden de hele dag door de buurt. Zij begeleiden de wielrenners van de Benelux Tour vanwege hun kennis van de stad. De rijders die zijn in groepen nu aan het voorverkennen. Wij gaan ze zometeen bij de finish ophalen om ze door de wijk weer terug naar de start. Later op de dag, als ze individueel moeten gaan rijden, dan zal deze groep ze ook weer daar opvangen en weer door de wijk terugbrengen. Sluik verheugt zich op het evenement omdat hij wat kan betekenen voor de renners. En hij kijkt uit naar gesprekken met de profs. Tom Dumoulin komt vandaag. Peter Sagan, ja, die is wel gevallen. Of die vandaag start. Ja, is wel leuk om ze van dichtbij te zien. Hè? Een van de weinige sporten waar je ze nog aan kan raken. Alhoewel niet in deze COVID-tijd natuurlijk. Wie hoop je het liefst te spreken? Nou, ik heb absoluut geen voorkeur. Maar het zou wel leuk zijn als ik van Bike Exchange. Dan kunnen we in ieder geval over Bianchi praten. Hè? De echte fietsen.